Ja. Nee, ik ben heel blij mee dat het dat nu eraf gaat. Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan het leenstelsel voor studenten. Een motie die hiertoe oproept is met een ruime kamermeerderheid aangenomen. Bij studentenvakbond Accu zijn ze er uiteraard heel blij mee, al is de strijd hiermee nog zeker niet klaar. Nou, als studentenvakbond betekent het echt enorm veel dat de Kamer eindelijk nu officieel heeft ingezien dat het leenstelsel gewoon een best wel slecht systeem is voor studenten, waardoor studenten in torenhoge schulden komen. Dus wij als studentenvakbond zijn ontzettend blij dat dat nu is ingezien en breed is erkend in de Tweede Kamer. Ja, ik en mijn studiegenoten zijn natuurlijk die generatie die al best een tijdje studeren. Ik zit nu in mijn laatste jaar. Ja, en u kunt wel bedenken dat als je ieder jaar om en nabij 2000 euro collegekosten plus nog een heleboel extra kosten voor gewoon materiaalkosten, huur, boodschappen enzovoort, is dat best wel een bedrag geworden. Ik denk ook wel richting de 50.000 gaat. Dus flink. Ja, zeker. Daar maak ik me een aantal echt wel zorgen om, ja. Nou ja, ik begin er nu achter te twijfelen of het wel iets voor mij is. Maar als ik echt iets anders wil doen, moet ik nog 2 jaar studeren. Pre-master en een master. En dat houdt in dus nog meer studieschuld. Dus zit ik nu van, moet ik niet gewoon maar stoppen, maar geen master hebben? Of moet ik dus nog meer studieschuld opbouwen? Ik heb nu best wel een schuld opgebouwd van best wel wat geld. Maar als het eraf gaat, dan krijg je geloof ik, komt de studiefinanciering komt die ook weer terug dan? Als Niet Mijn Schuldcampagne hebben we ook een vervanging voor het leenstelsel klaar liggen. En dat wat het eigenlijk simpelweg inhoudt, is gewoon een basisbeurs voor iedere student. Dat niemand meer in principe hoeft te lenen. Als je er ongeveer 12 uur naast werkt, dan komt dat wel helemaal rond. Maar er moet alsnog een mogelijkheid zijn om te lenen voor studenten die bijvoorbeeld zoveel tijd in hun studie steken dat ze daarnaast gewoon niet meer kunnen werken. Ja, dat zou wel fijn zijn, want dat was vroeger was dat toen mijn broer en zus nog studeerden en zij hebben een veel minder grote schuld opgebouwd dan ik nu heb. Dus ik ben er wel blij mee dat dat gebeurt. Het is nog de vraag wat er gaat gebeuren met de generatie studenten die nu tussen wal en schip dreigen te vallen. Ja, dus ik ben benieuwd of wij gecompenseerd gaan worden op een bepaalde manier. Of dat wij nou precies die ene generatie zijn die hiermee blijven hangen. Ja, we kunnen natuurlijk niet hierbij neer gaan zitten. De Kamer heeft zich nu uitgesproken, maar dit is nog geen definitief besluit. Dus het kan altijd nog gek gaan. De Kamer kan altijd nog kiezen voor compensatie die niet redelijk is in vergelijking tot de schulden die we hebben. Dus we moeten gewoon allemaal sterk staan. We moeten ons nu laten horen tegen het leenstelsel. Nou ja, dat wordt al breed gedragen, maar ook voor compensatie en ook voor een goede basisbeurs. Die allesomvattend is, die de kosten dekt voor de meeste uitgaven die je als student hebt.